السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ماش غوكو بس تختين نجيبة إن لله وإنا إليه راجعون. سواء شو اللي كنا زين نختين برودر مسلم برودر خيم مروكانس برودر زد صح إكسبرس زمان خيم مروكانس برودر ولا هم مسلم برودر. هذا برودر هيف خيم فاميلي. هذا برودر بس ماش رحم الله ليخ بقى 12 داخل الكولي 12 داخل لانج بس ماش. En dit is ook het bewijs, beste mensen, nogmaals in de richting de Umma-gemeenschap. Ga nou achter jouw verzekering aan. Ga nou achter jouw verzekering aan, beste mensen. Want dit is het bewijs. En jullie hebben ook gezien dat we dit vaker meemaken. 2-3 keer in een maand, subhanallah, dat iemand niet verzekerd is. En dit is weer zo'n geval. Dus ga nou achter jouw verzekering aan, waar ik geloof ik om. Maar gerus Allah, het gaat nu om deze broeder die al 12 dagen in de koeling ligt. Deze broeder willen we zo snel mogelijk begraven in Almere, eeuwige graf. Alhamdulillah hebben we al een bedrag van 3250. We komen nog een bedrag tekort van 5250. 5250. Totale bedrag is 8500 euro. Deze broeder, beste mensen, wat ik al zei, ligt al 12 dagen lang in de koeling. Er zijn heel veel kosten aan verbonden. Dus daarom, beste mensen, ik doe een beroep weer naar de Umma gemeenschap. Jullie hebben al laten zien dat jullie het kunnen, dat we eenheid zijn. Dus laten we weer doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Ook al is het maar een euro. En deze broeder, rahimallah, zal ook op de dag des oordeels getuige voor ons zijn. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook gezegd, wie een moeilijkheden van een broeder of zuster helpt in dunya, Allah subhanahu wa ta'ala zijn moeilijkheden in akhira en de dag des oordeels zijn moeilijkheden verhelpen, beste mensen. Dus laat het barakallahu fikum zo snel mogelijk doneren omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, zodat we deze broeder aanstaande vrijdag na Jum'a kunnen begraven in Almere. Want hij ligt al 12 dagen in de koeling. Aanstaande vrijdag willen wij inshallah hem begraven. Dus doneer zo snel mogelijk omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam ook heeft gezegd, wanneer iemand sterft, moet hij zo snel mogelijk worden gebracht naar zijn graf. Dus bij deze barakallahu fikum doe ik een beroep bij jullie. Doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, zodat we hem aanstaande vrijdag kunnen begraven in Almere. Eeuwige graf, beste mensen. Mensen kunnen contact met mij opnemen. Mijn nummer staat er altijd op. Mochten de tikkies het niet meer werken, mochten de tikkies het niet meer doen, betekent niet dat het bedrag binnen is. Je kan mij altijd bellen om te vragen of het bedrag binnen is. Dus barakallahu fikum, doneer omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Er staat ook altijd standaard onze stichtingsrekeningnummer. Mocht de tikkie het niet doen, doneer dan op onze stichting, barakallahu fikum. Staat er altijd netjes bij. En mocht er nog meer vragen zijn, dan kun je gewoon mij bellen, barakallahu fikum. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om al zijn zondes te wissen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te verruimen. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om zijn graf te verlichten. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om hem het paradijs te schenken. En daarnaast vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala iedereen die doneert omwille van Allah subhanahu wa ta'ala of een dua doet, vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om diegene rijkelijk te belonen. Allahumma amin. Wa barakallahu fikum. Wa subhanakallahumma bihamdik. Shadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.